Goedemiddag iedereen, daar ben ik weer, ZeldaPlay20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. En het werd een keer tijd, laten we eerlijk wezen. Ik weet het, 2 dagen lang geen aflevering geweest. Ja, oké, gisteren hebben we onweer video's gehad. Lekker belangrijk, denk ik, de meeste bij een eigen van, wij willen videogames zien. Jullie weten het, mijn hobby is stormchasen. En als we dan ook... Ik bedoel, er was zoveel storm, ik kwam gewoon echt niet aan het opnemen toe. Dat was gewoon pijnlijk, sorry daarvoor. Haat me niet. Nee, ik weet dat jullie de video ook mooi vonden, dus... In ieder geval, nogmaals, dank jullie wel voor het begrip. Maar goed, zonder enig oponthoud. In de vorige aflevering hebben we een nieuwe dome ontrafeld. En volgens mij zit ik hier in een hele verkeerde dome. Want volgens mij konden we naar de bedroom. Where all the magic happened. Oké. Dus, ja, het is eventjes weer een tijdje geleden dat ik dit heb opgenomen. Dus ik moet weer heel eventjes inkomen. Dus, Paals zullen komen. Oké. Paals die zullen dus komen. De bedroom. Die was. Nee, dat is de voorleeskamer. De bedroom die zat hier. Ergens. Ish. This is the bedroom! Oelala. Oelala, laten we maar eens eventjes een kijkje gaan nemen in de bedroom. Oké, zonder grappen verder. We gaan gewoon naar onze eerste level toe en we zullen wel zien wat we tegen gaan komen. Dus we hebben eentje van 24 sterren, 26 sterren, 29 sterren. Bonus level hebben we gedaan en we kunnen eigenlijk ook al gelijk naar pauze doen, maar daar hebben we geen zin in. Dus we gaan gewoon naar het level van 24 sterren en het is een... Oh boy, hier hebben jullie allemaal op zitten wachten. Oké, ik zal wel heel eventjes mijn mel houden zodat jullie kunnen genieten van de muziek. Waarom ook niet? Dit is de meest populaire muziek, zeg maar, in Mario Galaxy. Bunnies in the Wild. Whoop-dee-doo. Oké, nou, wanneer dat de muziek begint, stopt heel eventjes de audio commentaar zodat jullie kunnen genieten van het muziekje. With Floaty Fluff, you can shake the Wiimote to fly higher, but only up to 3 times, boing. I don't give a shit. Je moet stil zijn. Sst. Oké, ik weet dat deze muziek... Dit is de meest gewaardeerde muziek van Mario. We hebben wel vaak zat gezegd. Het is duidelijk genoeg nou. Dus oké, we moeten hier dus deze dingen gebruiken. En als het niet is, is het dus heel erg belangrijk tot Sergeant Dotelli nu niet voor de camera gaat lopen. Ondertussen dat ik aan het opnemen ben wat hij toch doet. Ja, ik heb een guest in de studio, mochten jullie het nog niet door hebben gehad. Maar wat dus de bedoeling is er zit hier een secret stair. En die kun je dus te pakken krijgen door alle grote golden coins te pakken. Dus daar ben ik wel van plan om eigenlijk hier lijkt te doen. En hier komen we dus Monty de Mol tegen. Hoi Monty. Monty. Monty, kom eens uit. Ik schiet een starbit op je snuffert en dan ga je dood. Irritante beestjes af hoor, die Monty. Ja, ik weet niet of ze eigenlijk Monty's heet, maar ik noem ze gewoon Monty. Vraag me niet waarom. Na de rescue eventjes. Oh, die muziek is awesome. En waarom gooi jij die dingen naar mij? Er is met mij. Mag ik naar de pijp? Mag... Laat mij in de war... Dank je. Oké. Wat hebben we hier? Wauw. Wat een secret to everybody. Dankjewel, spel. Die had ik echt nodig. Ik zou niet weten wat ik zonder zo weinig en zoveel Starbits zou moeten. Zo weinig. Maakt niet uit. Terug naar de awesome muziek en op naar de Secret Star. Dus ja, velen die hebben dus zich afgevraagd van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Hoe is er nou verder gegaan? Dat soort dingen. Ja, we hebben dus zeg maar echt heel veel mooie flitsen. Ja, jullie hebben het videootje gezien. En nogmaals wil ik mijn excuses aanbieden dat er dus zeg maar geen video is geweest. Maar als ik ga forceerd uploaden, of forceerd opnemen, nog erger, dan krijg je dus een hele slechte kwaliteit. En ben ik niet enthousiast in mijn video's zoals jullie van mij gewend zijn. Dus vandaag. Dus speel op jullie toch wel eventjes mij een beetje rustig houden. En toch bedankt voor het begrip. Dus, in ieder geval, Nintendo E3 is ook geweest. Ondertussen dat ik hier een rondloper ben wat niks met het spel te maken heeft. En ik bijna dood aan het gaan ben. Waar jullie eigenlijk hilarisch vinden. Waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Maar dat maakt niet zo blij. Want ik krijg toch weer muntjes. Ik ga toch niet dood. Ze lachen jullie keihard uit in het gezicht. Ha 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 ha. Oké. Nee. Ik wil niet leven. Wat?
Was dat een death trap? Ik geloof dat ik een hele andere route in ben geslagen. Ik weet het ook niet meer precies. Don't blame me. Blame the crane. Wacht even, is dit niet die death trap toevallig? Is dit die? Nee, oké. Ik heb een flauw idee met waar ik ben. Ik weet niet meer hoe dat ik hier ben gekomen en waarom dat ik hier ben. Maar het maakt niet zoveel uit. Het maakt echt helemaal... Uh-oh. Ga mee, haal mee, ploep. Oké, mag ik even op jou... Mag ik even op jouw paarse gooey dingetje even springen? Vind ik even zeker niet erg. Goed. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar was dat een death trap, die one-up. Ik sta er ook van te kijken. Nintendo, zoiets flik je mij niet nog een keer. Goed, we gaan nou dus naar de oorspronkelijke stair. En wat we hier moeten doen is, we moeten konijntjes gaan verzamelen. Wat leuk. Think you can catch me, boing. Jongen, ik rijd je aan het spit. Kom hier. Oh, jij gaat zo sneaky lopen wezen en gewoon door over... Hier, kom mee. Jongen, ik ben way too pro. Hier komen. Oké, you got me. Here, take this star. Boy, zeg maar één keer boing, serieus. En ik schub je van deze planeet af. Don't expect to catch me so easily next time. Oké, that's it. De volgende keer als ik je vang, dan gooi ik je van het planeetje af. Vind je dat goed? Ja? Mag je een zwart gat, waar elke vezel in je lichaam gewoon heel langzaam explodeert, één bij één. Oké, dat was wel leuk thuis. Nee, ik hou van konijnen. Jullie kennen mij, ik ben een konijnenliefhebber, dus ik zal dat nooit doen. Tenzij dat ze me zitten te vervelen zoals nu. Maar goed, we hebben dus een ster. En ik ga heel eventjes offscreen kijken of hier inderdaad die secret star zat met die muntjes. Want volgens mij zat hier die secret star. Dus ik ga heel eventjes kijken, ben zo terug, duurt niet te lang. En als het wel te lang duurt, dan heb ik pech en jullie geluk, want jullie zien het allemaal niet. Of iets in die trend. Dus tot zo. Ik zei thanks, Houston. Oh, jullie zijn weer terug, hoi. Ik had even een kleine discussie met mijn buddy hier. Hij ligt hier nou verwond, maar zolang dat het nog ademhaalt, zal het nog wel goed zijn. Dus verbanddoos is nergens voor nodig. Ik heb wel eventjes gekeken. Nee, er zit daar nog niet de bonus. Volgens mij was dat een ander level. Hou je mond. Dus, dat gekreun, dat is nergens voor nodig. Ligt er alleen maar met blauwe plekken, weet je wel. Een beetje goed zo, dan kan wel. Nee, jawel, nee. Bowser is langs geweest. Ik heb er niks mee te maken. Ik ontken alles. Dus, goed, the dirty tricks of Major Burrows. Ach, daar hebben we dat daar hebben we dat schattige konijntje weer. Wat leuk. Oké. Dus we beginnen weer op dezelfde plek zoals wat we net zijn begonnen. What do you do? En volgens mij... Ja, dit is hem. Hier hebben we dus eventjes een secret star. Elke keer als we dus zeg maar nou zo'n muntje verzamelen, dan komt er dus ergens anders een muntje terecht. En als we ze allemaal vangen, dan krijgen we als het goed is een power-up waardoor dat we een ster kunnen krijgen. Dus je moet dit heel goed timen. Gebruik ze niet te vroeg en niet te laat. Heel erg belangrijk. En volgens mij heb ik het net ook gescrewd. Kom op, pakken. Oké, ik heb hem. Blijkbaar is dat ook niet bij deze, maar volgens mij ga ik hartstikke dood. Ik ga hartstikke dood. Nee, that's not compute. En nou haal ik het wel. Ik verveel het spel tot ik het... Zonder enige probleem. Geen moeite. Helemaal niks. Oké, dan ga je zelf even... Oké, dankjewel. Muntje hier. Waarschijnlijk omdat er een baas komt of zo. En dan denk ik dat je heel erg veel gefaald hebt. Ik zal niet weten waarom, maar goed. Dus we moeten hier Monty de Mol verslaan. Elke keer, 100 keer, 25 keer, weet ik veel. Om dus een... Auw. Om dus een route vrij te maken. Nou, je moet hier bij deze ground pound. Want ja, je kunt deze dus zeg maar niet gewoon eventjes tegenaan lopen. Want die hebben spike helmen. Die hebben een beetje te veel Minecraft gespeeld. En die zijn daar slimmer geworden. Minecraft maakt je dus slimmer. Nee. Gewoon nee. Ik bedoel, ik weet nog steeds een manier om jullie te verslaan. Want ik ben namelijk nog slimmer. Zie? Ik bedoel, zeker uit de grond eventjes komen om eventjes... Oh, wat was dat voor een aardschok? Ik ben zo duizelig. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik snap er helemaal niks van. Waarom zou je in godsnaam als je een aardschok voelt duizelig worden? Ik bedoel, je zit onder de grond. Je voelt een trilling, oké, maar waarom zou je daarvan duizelig worden? Ik bedoel, kom hier. Hier. Slaat nergens op. Maar goed, als je het dus allemaal verslagen hebt op serieus je heet het planeetje ontworpen. Sterren! We gaan niet weg. Oh ja, dan komen we hier uit op dit plekje. Wat leuk. Oh, dat kon ik een poolstar doen! Oh, dat doe ik daar ook wel eventjes kijken. Volgens mij zit daar ook een bonus. Ik weet het niet. Ik ben het helemaal vergeten waar al die bonus stars zaten hier in dit spel. Leuk hè, blind.
En ik ga nog steeds voor alle 120 sterren, dus ja, waarschijnlijk heel erg veel offscreen faal, omdat waarschijnlijk daar alleen maar een leven zou zitten, maar ik denk dat dat dus geen leven heeft. Hallo. We moeten die worm, die gigantische worm moeten we... Hallo. Ah, daar hebben we hem. Grappig. Dus door op een knopje te drukken of op een soort van boomstronk, heeft hij zoiets van... Ja, ik ga wel verder naar de volgende appel. Dus als ik nu op een knop druk, dan doet hij niks. Wat is dat voor logica's? Met een broodje gezond verstand. Ik snap het niet. Oké, nou. Oh, dit is de eerste. Kom op! Luigi! Ik moet alles wel op elkaar lijken hier. Luigi. En hoezo heeft een worm zijn eigen zwaartekracht? Ik bedoel... Dit spel heeft echt... Je hebt van die video's, zeg maar, die gaan over videogames theorieën en over hoe dat, zeg maar, dingen mogelijk zou kunnen zijn. Maar er zit geen logica in videogames. Ik bedoel maar, hoe kan een worm, gewoon een worm, zijn eigen zwaartekracht hebben? Waarom heb ik zo'n gevoel dat er... Ik ga hier gewoon naartoe springen. Ik weet het, er zit een knop waardoor dat zijn koppen uit de appel gaat steken. Maar laat hem lekker gewoon eten. Ik heb er geen last van. Laat hem gewoon lekker eten en dan pak ik gewoon hier... Ik weet dat dit mogelijk is. Luigi is awesome, die kan dit. Zie? Na 300 keer proberen kun jij het ook. Dat was eigenlijk een beetje hatelijk, hè? Nou en? Wat nou weer? Oh, wat leuk. Ik bedoel, ik heb Boldergeist... Hallo? Oké, nou dat was die mushroom. Ik zat te facepalmen. Ik had nog niet eens door dat ik 3 keer geraakt werd. Lekker belangrijk. Oh. Hij is boos. Somebody, anybody help. Oké. Dude. Hey, Spikeball. Hey, Squidward. Oké, weet je wat? Ik ga wel eventjes voor je neus staan. Oh, jij doet voor mij al voor je neus staan. Nou, kom eens even omhoog. Kom eens omhoog. Auw. Hoe kreeg ik jou ook alweer naar buiten? Oh ja, jij moest er even buiten. Jij moest zo en dan moest ik springen. Ja. Laat het beestje met rust. Ik noem jou Wally Wall, want je bent nogal wollig. Oh, nou heb ik ruzie met jou. Nou, konijntje, help mij nou maar. Konijntje, doe mij eens helpen. Nee, hè, tuurlijk niet. Oké, nou weet je wat? Ik doe het zelf wel. Waarom heeft eigenlijk de Deadly Blue Shell op zijn hoofd? Red shell, blue shell, ik weet het niet meer. Zelfs die dingen die veranderen van kleur. Oké, dan komt erbij. Kom, en ik ga falen, Oh nee, hij faalt. Ook goed. Altijd roepen dat je zelf faalt, dan faal je nooit. Probeer maar, werkt altijd. Dacht ik. Serieus, zo bazig en harig, ze stinken. En ze zijn lelijk. Maakt niet uit, we hebben een ster van hem. Dus ik wil eventjes kijken wat er op die Crab Pool Star dinges te doen was. En als er inderdaad een ster is, dan laat ik het jullie zien. En is daar niks te zien, dan krijgen jullie het horen. Dus net zoals bij de eerste ster, ik ben zo bij jullie terug. Ik word hier echt moe van. De volgende keer moet ik beter opletten waar ik naartoe ga. Ha, ik zie jullie zo. You gotta be kidding me. Nee. Nee, spel. It doesn't work that way. Nee. Zelfs op screen faal ik. Oké, ik heb heel even gekeken bij de secrets. Er zaten alleen maar een paar starbits en 2 levens. Dus 3 levens. 2,5 leven. Ik bedoel, je wordt er zo vaak geraakt dat het kost weer de helft van je leven. Dus. Maar goed, de derde ster van de Gusty Garden Galaxy. Gusty Gardens Gravity Scramble. Probeer dat eens 3 keer snel te zeggen. Gusty Garden Gravity Scramble. En hier... Was het hier? Ik weet dat Gusty Garden iets had met de ster dat je alle golden coins moest verzamelen. Dan kreeg je een power-up ster en dan kon je een change op mollen en die change op had de ster. En jij hebt heel veel starbits. Geef! Ik sla je gewoon het universum uit hier. Ik heb het helemaal gehad met jullie.
Je probeert gewoon een hidden star te vinden. En het enige wat dit spel doet, is mij laten zien, lijken totdat ik een nieuw ben of iets. Hoe durf je? How dare they? Oké, nou, ik weet dat ik hier alle golden coins aan moet hebben. En die wil ik halen, Pak hem, pak hem. Ik ben bij je. Nou trouwens, weet je maar. Ik haal heel eventjes de gewone ster. En dan doen we dit level gewoon eventjes opnieuw. Want anders zou ik nou zelfmoord moeten plegen. En dan vinden jullie alleen maar hartstikke leuk. En dat ga ik niet doen. Dat is een extra editwerk voor mij. Dus wat ik ga doen is, ik ga gewoon deze oorspronkelijke ster nu halen. En dan doen we die latere ster, die doen we dan ook. Maar dan strakjes. Naar deze ster. Oké. Jullie snappen wel wat ik bedoel. Ik snap mezelf niet, maar jullie snappen mij beter dan dat ik mijzelf snap. Hallo, pak. Luigi! De volgende keer speel ik weer met Mario als je zo door blijft gaan, hoor. Dank je. Ja, daar, dit is hem. Dit is hem, definitely. Daar heb je een golden chain op en die heeft een ster in zich. En daar heb je een ster power up voor nodig, anders kun je hem niet mollen. Lame! Oh ja, en hier moet je speciaal patroon volgen, maar daar heb ik geen zin in. Ik ben leuk, spring er gewoon overheen. Ik ben leuk. En ik ga nu naar een platform toe, want daar ben ik goed in. Denk ik. Ah, de muziek stopt hier. Nee, waarom niet de Gusty Galaxy muziek hier houden? Flame. Oh ja, dan moeten we weer van die starchips verzamelen. Wat leuk. Zoveel lol. Zie mij hier plezier in hebben. Om op een of ander stom draaiend plateautje te gaan staan. Geëlektrocuteerd te worden. Door een of ander stom ding. Van die rare parts of stars te gaan verzamelen. Oh, wat een lol. Als die muziek hier was geweest van Gusty Garden, had ik er geen problemen mee gehad. Maar nu heb ik er problemen mee. Gewoon vanwege het feit dat we hier... Ik bedoel, luister naar deze muziek. Dit is nog niet eens muziek te noemen. Het is een vierjarige die op een piano staat te spelen. Ja, die piano... Monotoon. Oké, nou... Ik vind het niks. Mario Standards is dit geen... Laat maar gaan. Die laatste zit zeker daar aan de onderkant. Dan moet ik weer helemaal terug... Luigi! Dit is in ieder geval gelukkig gefixte Mario Galaxy 2. Mario Galaxy 1 is de camera fricked up. Letterlijk en figuurlijk fricked up. Oké, nou. Hup. Joepie, ik mag weer helemaal naar boven klimmen. Wat leuk spel, wat leuk. Ik weet zeker hoe dat ik me erg entertained hou hier. Waarom vang... Het is hetzelfde als waarom pak je hier die muntjes? Ik bedoel, muntjes... Je hebt er in dit spel 0,0 aan. 100 muntjes geeft geen extra ster. 50 muntjes zal een extra leven geven. Terwijl dat 50 starbits ook al een extra leven geven. Starbits kun je geven aan sommige beesten die zorgen dat je naar een planeet kan waar een extra ster te halen is. Dus starbits hebben nut. Coins hebben hier geen nut. Ik... Op een of andere vraag manier blijf ik daar pissig over. Sorry daarvoor, maar het is gewoon zo. Oké, wij heeft het bord te zeggen. Hello. Danger. Watch where you step. Dat maakt zelf wel uit. Oké, deze muziek is wel weer gaaf. Het is een beetje klassiek Mario muziek gebeuren. Hé, kijk, een one-up die ik geen zin heb om te pakken. Toch doen, hè. Toch doen. Ik kan er niks aan doen. Ik wil hem niet pakken, maar ik doe het toch. Daarom heet ik ook Zelda Player. Namelijk, symptomen van een Zelda player laat duidelijk zien dat ook al heb je geen recovery hearts nodig, je pakt ze toch op. Vraag me niet hoe dat dan werkt. Oké, dus we moeten de zwaartekracht de hele tijd omflippen om dus van plateau naar plateau te gaan. Heel erg spannend. Heb ik die? Nee, daar heb ik geen zin in. Iets wat me eigenlijk dus zou helpen, daar heb ik geen zin in. Oké, weer een hoop. Auw. Ben jij echt grappig nou of zo? Ben je nou grappig hè, dat je mij geraakt hebt? Wat ben jij voor een stomme Goomba? Oké, waar moeten we naartoe? Naar beneden. Willen jullie alsjeblieft niet in mijn weg staan? Zul je net zien dat ik die mushroom duik dus toch nodig had? Dude! Sprong op je hoofd! Irritant stinkbeest. Serieus. Met een afgekeurde hondendrol. Nou. Wow, overkill match. Volgens mij willen ze me dood hebben. Oké, nou. Heel voorzichtig hier. Geconcentreerd spelen. Ik ben een keer geraakt. Ja, dat is genoeg. Dan hoef je niet te blijven schieten. Wow. Letterlijk en figuurlijk overkill.
Oké dan. Serieus, waarom heb je daar dan nog een heel patroon daar aan de achterkant? Maakt niet uit. We hebben de ster. Laten we... Met sparkle effects. Laten we hier gewoon weggaan. Ik heb het hier helemaal gehad. Kanonballen zijn eng. En ik heb hier nog een ster waar ik waarschijnlijk 300 keer ga falen. Omdat de eerste keer al gelijk gefaald was. Dus we zullen zien hoe dat gaat uitlopen. Ik vind dat die nog wel in deze aflevering zou mogen passen, die ster. Dus dan hebben we toch Gusty Gun Galaxy eigenlijk een beetje helemaal voltooid. En we zitten al bijna op de 50 sterren, wat alleen maar iets goeds is. Dus waarom ook niet? Save your game? Nee. Ik wil gewoon gaan livestreamen dadelijk. Nee. Nee. Jongens, we hebben een prankster comment. Die moet nu gedaan worden. Dat doen we in de volgende aflevering. Die ene ster was kort. Kan ik niet doen, want anders sta ik de Gusty of die comment weg. Dus in de volgende aflevering gaan we gewoon verder. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik neem aan dat je er de tijd voor hebt. Like! Als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie natuurlijk weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Die natuurlijk morgen, hopelijk als het niet gaat onweren, zou geüpload worden. Dus tot dan. Doei!